Buitenleven, een programma over recreatie, outdoor en reizen in eigen land. Ook vandaag weer zit Buitenleven barstensvol inspiratie en ideeën voor uw volgend weekendje uit of vakantie. En dat allemaal in eigen land. Helemaal niet moeilijk of ver van huis te zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Buitenleven. Heeft u plannen voor een kort of lang weekend? Of wil u op vakantie gaan in eigen land? Op een camping, in een resort of met de motorhome? Laat u inspireren. Camping Houtum vormt de perfecte uitvalsbasis om de prachtige Kempische natuur te verkennen. Ontdek de troeven van de streek op het ritme van de kabbelende neten. Te voet, met de fiets, de mountainbike of zelfs met de kajak of huifkar. De wegwijzer, de wandel- en fietsroutes passeren net voor de deur, waardoor je meteen kan aanpikken. Vic, als ik zo rondkijk, dan zie ik heel wat mogelijkheden. Ieder vakantieganger vindt hier zijn geluk. Ja, we hebben in 2001 is een stuk van onze terreinzone vreemd verklaard geweest. En zijn we eigenlijk verplicht moeten verhuizen. We hebben zoals echte campenaren niet bij de pakken blijven zitten en onmiddellijk een plan gemaakt om die verhuis te kunnen doen. We hebben ervoor gekozen om een heel groot stuk in de natuur terug in te gaan. Proberen met streek eigen groen te werken, proberen gezellige hoekjes te creëren. Dus we hebben ook alle moderne comfort opnieuw terug aangelegd. Volledig nieuw dienstengebouw bijgebouwd. Dus het is inderdaad helemaal een vernieuwd terrein waar we hier op staan. Is comfort steeds belangrijker voor de vakantiegangers? Zeker en vast. We merken doorheen de jaren dat de mensen toch wel heel wat meer comfort en luxe zoeken op vakantie. Waar het vroeger vaak nog kramperen was met wat basisvoorzieningen, merken we vandaag dat mensen toch heel wat meer comfort terug opzoeken. We proberen ook niet enkel terug te brengen op het terrein zelf, maar ook in de diensten die we daar rond aanbieden. In ons dienstengebouw, maar vooral ons sanitaire gebouw, proberen we heel wat meer luxe te bieden dan dat vroeger het geval was. Zeg Fiek, kan ik snel van mijn plekje de natuur in? Oh, dat is wel heel snel, Annie. We zullen dat gauw samen gaan bekijken. Voilà, Nick, we zijn er al. Zoals je ziet is Camping Houtum een perfecte uitvalsbasis om de Kempische natuur te ontdekken. We hebben een directe aansluiting op fiets- en wandelknooppunten. We hebben ook een eigen aanlegsteiger liggen om kano- en kajakvaart op de kleine neten te komen doen. We liggen ook op een boogscheut van mountainbike routes. Daar zijn menig wereldkampioen ooit op gekweekt geweest, zowel in de cyclocross als in het mountainbiken zelf. En er zijn ook heel wat paarden-, men- en ruitenroutes. Dus schrik niet als hier eens een paard of een prachtige koets tegenkomt. Ik heb mij laten vertellen dat jij de camping runt met je broer Jakke. Zit daar een familiegeschiedenis achter? We zijn zelfs al de zevende generatie die hier actief is. Het is eigenlijk de boerderij van mijn twee overgrootvaders die ineengetrouwd geraakt zijn via mijn vaders kant. En eind jaren 60, toen de boerderijactiviteiten gestopt zijn, is het omgebouwd geweest naar een camping door mijn vader en grootvader. En momenteel ben ik het inderdaad samen die met mijn broer de camping verder zet. Hoe zorgen jullie voor die oh zo belangrijke welkomstsfeer voor de gasten? Alles begint bij een vriendelijk onthaal. Ik stel voor dat we daar eerst even een kijkje gaan nemen. Ziezo, Aniek, hier begint het allemaal. De onthaal proberen alle mensen altijd van harte welkom te heten als ze hier toekomen. Hey, hallo. Goedemiddag. Hier is mijn broer ook. Hey. Hallo. Hey. Tot straks. Tot straks, jawel. Jo, vloeg hè. Zo is er altijd iemand van de familie in de buurt. En als de mensen toekomen, geven we ook uitleg over de streek en over wat er allemaal te doen is. Ook bij het uitchecken proberen we altijd zelf aanwezig te zijn, de mensen uit te zwaaien, zodat we met een gerust gevoel terug naar huis kunnen vertrekken. En Vic, tot slot, wat verwachten jullie van het komende vakantie- en kampeerseizoen? Oh, we verwachten toch wel heel wat mensen. We merken dat de mensen omwille van de corona toch heel vaak voor het binnenland kiezen. Niet enkel omdat het moet, maar ook omdat de mensen het gewoon leuk vinden. Dus we zijn er helemaal klaar voor. We gaan de mensen van harte welkom heten en ervoor zorgen dat ze geweldige tijd kunnen beleven in de camping.